Geef ik nu het woord aan mevrouw Helder namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank aan beide ministers voor de uitvoerige beantwoording van de vragen. Er komen twee brieven voor het meireces naar de Kamer, voorzitter. Eén over de verhoging van de strafmaat en één over de ondermijningswetgeving. Eigenlijk de ontschotting daar waar de privacyregels betreft. Die wacht ik af, voorzitter. Dan toch een opmerking over het verhaal van de kosten. Want ik had het idee dat er wat dingen door elkaar gingen lopen. Ik vind dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen kosten die gemaakt worden om belaagde burgemeesters te kunnen helpen. Dat zijn we allemaal. Dat is het collectief. Dat zijn de ingezetenen van de gemeente. En daar waar het de kosten van drugsafval betreft. Want voorzitter, dat is gericht op een eigenaar van een perceel. En daar heeft de rechtbank onlangs van gezegd dat mag niet voor rekening van de betreffende burger komen. En daar ben ik het van harte mee eens, voorzitter. Dat wilde ik morgen eigenlijk nog wat nader aan de minister vragen bij het algemeen overleg georganiseerde criminaliteit. Dus daar komt natuurlijk een antwoord op, want dat weet hij nu al, voorzitter, dat die vraag komt. Dan had ik nog wel een vraag over de proeven van wetgeving, want ik had begrepen dat de minister daar op mijn verzoek op had aangegeven. Er is voorlichting gevraagd aan de Raad van State. Als ik dat goed heb, zou ik er graag een termijn voor willen weten. En als ik dat verkeerd heb, dat het gaat over de rol van de burgemeester, dat daar voorlichting over wordt gevraagd, dan zou ik even graag nog willen weten, komt er nog een reactie op de proeven van wetgeving? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Helder. Voorzitter, de Raad van State, ja, ik moet uiteraard niet een hoogcollege van staat gaan zeggen wanneer ze met iets moeten komen. Mijn wensdroom zou zijn dat de Raad van State voor het meireces misschien zou kunnen komen. Maar ik zeg u wel, dat is een wensdroom die gebaseerd is op wat ik misschien redelijkerwijs erover denk. Maar verder kan ik niet gaan. Ik hoop dat dat genoeg is voor mevrouw Helder. Want het inhoudelijke punt wat zij aanroert. Ik heb dus juist dit nogal wezenlijke element uit de proeven van wetgeving inderdaad voorgelegd aan de Raad van State. En verder heb ik van diverse kanten allerlei suggesties gekregen, onder andere die proeven van wetgeving en een aantal van de thema's die mij zijn aangedragen, respectievelijk in die proeven van wetgeving staan, die worden ook wel degelijk nu overgenomen. En overigens ook gedachten en suggesties en moties vanuit uw Kamer. Maar goed, de wensdroom dus, het zou mooi zijn, want dan zouden we niet lang na het meireces over een aantal van de door mij in briefvorm gedane toezeggingen en dat advies van de Raad van State in één keer kunnen spreken.